Dit is een schilderij die ik maakte naar aanleiding van mijn reis naar China. Vooral dit schilderij. Dat is heel erg wat ik daar mee gekregen van de parker. Oude mannetjes en vrouwtjes nemen hun vogeltjes mee naar het park. Maar ook hun kindjes. En de vogeltjes zijn op een bepaalde manier beperkt in hun vrijheid. In mijn kritische ondertoon naar de maatschappij kijk ik ook naar de manier waarop de kinderen als prinsjes en prinsessen worden opgevoed. Daar hoort ook gedichtjes bij. Bij deze is dat van William Blake uit The Schoolboy. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child with fierce annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Bij deze twee is het ook het geval. Dit is hetzelfde verhaal, maar hier staat een vers van William Blake op de zijkant. With sweet May juice, my wings were wet, and Phoebus hurt my vocal ridge. He caught me in his silken net, and shut me in his golden cage. En het andere werk heeft van hetzelfde gedicht, een ander vers. He loves to sit and hear me sing, then laughing, sports and plays with me, then stretches out my golden wing and mocks my loss of liberty. Het gaat dus eigenlijk allemaal om vrijheid. Dat liedje staat voor vrijheid van het geloof na de periode van Mao in China.